Bene. Non si va a fare niente. Allora. Giù. Giù. Come on. Iedereen moet zakken. Alleen pakken. En anders blijven ze niet. Anders blijven ze niet. Je crois que la plupart des éleveurs se compliquent la vie. Hein. Quand je vois le nombre de produits qu'ils donnent, le nombre de mélanges qu'ils donnent, eh ben, ça me fatigue. J'ai eu déjà des discussions très profondes avec beaucoup d'éleveurs, mais à la fin, ça revient toujours au même. Hein. Vous donnez une bonne mélange, et je peux vous dire que pour tous mes exotiques, Coloréa ou bien les... tous les érythréas par exemple, ou les astrilles africains, ils n'ont qu'une mélange. Fini. Ik ben begonnen in 1968, dus ik kan zelf rekenen. En in 1969 ben ik begonnen met borden en rossen. In 1968, mijn eerste kanaris waren harders, zandkanaris. Maar toen heb ik vastgesteld dat mijn oren niet zo goed waren als mijn ogen. Dan ben ik maar over een stap eerst een paar keer de kleur. En uiteindelijk... dat wordt aangevuld ja, met twee keer in de week eivoer in de rust. En als de kweek begint, dan ga ik langzaam naar elke dag eivoer. Met ook een speciaal kiemzaad voor de seizen. En de terugzijzen die krijgen dan nog een klein beetje levend voer tot aan het ringen. En de rest krijg je alleen eigen voer met